Vandaag in Mensenkennis. Wat doe je als iemand aan je ijsje likt? Lekker, hè, zo'n ijsje. Is onze reporter weer op pad met fake news? Alexander Junior. Ik begrijp het even niet. En testen we de jaloezie van deze mevrouw. Oeh, lekker. Bij Mensenkennis, waar wij de mens van gepaste afstand bekijken en beoordelen. Maar zijn mijn gasten daar wel op voorbereid? Want zij is eigenlijk het gelukkigste als ze in haar eentje op een boot zit. En als er iemand bij hem in de ring stapt, nou, dan is hij er meestal razendsnel weer uit. Geef ze een groot applaus. Hier zijn mijn gasten Laura Dekker en Remy Bonjasky. Hey, leuk dat je er bent. Ga zitten, jongens. Ja, ladies first, hè, Remy. Ja. Laura, wat leuk je weer te zien, man. Ja. Ik hoorde dat je zou komen en ik was echt gefascineerd. Ik denk, ik wil zoveel van jou weten. Hebben jullie dat ook niet, jongens? Wow, wat was jij in het nieuws, man? Hoeveel jaar geleden was het? Een jaar of zeven, denk ik. Een jaar of zeven geleden. En toen ging jij de wereld over. Viel dat mee of tegen? Moeilijk te zeggen, omdat ik niet... Natuurlijk had ik al een aantal verwachtingen, maar ik heb niet heel groot voorgesteld... oh, het wordt zo of zo. Ik heb altijd... Ik dacht, nou, ik zie wel hoe het wordt. Ik zie wel of ik het kan of niet. In ieder geval gewoon zo goed mogelijk voorbereiden. Ja. Ja. En nu zit je in Mensenkennis. Heb je trouwens Mensenkennis? Ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat het niet heel slecht is. Eigenlijk is vanavond maar één ding belangrijk. Dat je er beter in bent dan deze champ naast mij. Ja, precies. Welkom, man. Dank je. Goed dat je er bent. Hoe is jouw Mensenkennis? Ik denk juist heel goed. Maar ja, ik weet zeker dat ik straks helemaal mis zit of wat dan ook. En... ja, ik wil gewoon heel veel plezier hebben erin. Ja. Ben je wel eens teleurgesteld in mensen? Dat je dacht, oh, dit is helemaal te vertrouwen en dan bleek het toch anders te zijn? Kijk, je moet nagaan, ik ben bokser en dan komt er wel eens een manager langs... die zegt van, hey, ik ga heel veel geld voor jou verdienen en we gaan samen geld verdienen. En dan blijkt het na een half jaar dat hij gewoon al het geld wegsnoept. Ja, dat is me wel overkomen. Dus ja, je hebt vaak nog mensen die met een grote glimlach komen... en vervolgens je in de rug steken. Ja. Hey, jij bent natuurlijk de allermooiste bokser op Rico Vuvena. Hou nou op over Rico, jongen. Ja, die zit hier ook binnenkort. Dus ik moet natuurlijk een beetje mijn vrienden managen. Ah, ik ben wel iets knapper, denk ik. Maar even... Ik ben natuurlijk eigenlijk al een beetje een oudje in deze industrie. Pas op, hè. Of is dat niet zo? Nee, Hoe oud ben je? Ik ben nu 41. Ben je nog conditioneel op orde, zeg maar? Of, ja, het gaat goed. Is niet dat je de niet-conditioneel top uitziet, hoor. Nee, ik zie er heel goed uit. En kijk, ik doe een heel... Sorry. Zij niet zelf. Sorry. Ja, ik zie er heel goed uit. Ja, logisch. Ja, nee, het gaat gewoon goed, man. Ik rook niet, drink niet, slik niet, spuit niet. Mensenkennis. Daar gaan we het over hebben, want het gaat gewoon heel simpel over de wedstrijd. Wie heeft er meer mensenkennis van jullie twee? We gaan een spelletje spelen. Jullie krijgen in eerste instantie 25 punten. Je gaat zometeen per experiment inzetten hoeveel punten jij denkt toe te kennen aan het gevoel van mensenkennis dat je hebt. Minimaal 1 punt, maximaal 10 punten. Heb je het goed, komen de punten erbij. Heb je het fout, gaan de punten eraf. En we spelen uiteindelijk voor deze prachtige bokaal. Duidelijk? Zullen we gaan beginnen? Ja. Mooi, daar gaan we. Even kijken. Je hebt wel zo'n situatie dat je lekker een bord eten voor je neus hebt... en dat er plotseling iemand van je bord begint te prikken. Ja. Vind je dat irritant? Je ligt eraan wie het is, maar ik zou het irritant vinden. Ik vind het heel irritant. Ja, echt wel. Ja, dat wil je niet. En jij? Ja, ik doe het zelf af en toe ook best wel eens. Dus je kan er niks van vinden? Nee, ik kan er niks van vinden. Oké, het volgende experiment, jongens. Dit is best een beetje een apart moment. Ik neem aan dat u zichzelf er ook in verplaatst. Wat zou jij doen? We gaan eens kijken hoe mensen reageren als de ijsverkoopster... voordat ze het ijsje overhandigt. Kijk maar. De zomerse zon schijnt, dus dan is het tijd voor ijs. De charmante Sharon heeft haar ijsbus vol. Joehoe. Lekker ijsje. Ze kan er alleen zelf ook niet van afblijven. Wat doen mannen als ze zien dat Sharon voor hun neus aan een ijsje likt? Smelten ze voor Sharon of nemen ze het ijsje niet aan? Even kijken. Hij lekt al een beetje. Oh. Hij lekt daar nog een beetje. Dat is wel heel lekker. Oh, mooi. Nou, mag ik de rest al beter dan? Oh, nee, ik wil hem eigenlijk wel opeten. Mooie broek heeft hij aan, meneer. Dank u. Ja, mooi shirtje. Lekker geniet van deze warme dag. Ja, je ziet er ook lekker uit. Oh, dankjewel. Maar wat wilt u voor ijsje? Mango. Twee bolletjes of één bolletje? Twee, alsjeblieft. Twee? Ja, u houdt wel van twee bolletjes.
Kijkt u naar het ijsje? Hey. Twee andere bolletjes. Ja, ik zie dat. Ja, twee andere. Er zijn de andere bolletjes. Hij lekt alweer een beetje, zie ik. Ja, dat kan ik wel oplossen hoor. Even kijken. Lekker, dat is een ijsje. Alsjeblieft. Bedankt. Ja, lekker. Vol met liefde zit hier gewoon. Ik doe maar twee mango, sorbet. Twee mango? Ja, twee bolletjes. Grote bolletjes? Oké. Oh, hij lekt wel een beetje. Ja. Oh, één seconde. Oh, wel heel lekker. Hij is wel heel lekker, hè? Mm. Ja, dan moet ik zelf nog op eten. Ja, in een ophaaltje. Ja. Ja, er is eigenlijk niet veel nodig om ons om te krijgen. Oké, Laura en Remy, pak jullie tablets erbij. De grote vraag is natuurlijk, heeft deze man nog trek in zijn ijsje na dit likje van onze Sharon? Ja of nee? Ga je... En ook het aantal punten waarvoor je gaat spelen. Ik ben heel erg benieuwd vooral wat Laura vindt. Want jij denkt, dat weet ik inmiddels wel. Laat maar zien, wat hebben jullie gekozen? Jij zegt nee. Omdat er staat ook een kind bij. En ik denk dat hij, als hij alleen zou zijn, denk ik, dan zou hij het aannemen. Maar in dit geval was dat eigenlijk waarom ik nee denk. Ja, dat als ze zijn gevoel zegt, ik wil dat ijsje. Ja. Maar zijn hersenen niet zeggen, nee, mijn kind is erbij. Ja. Oké, nou, dat klinkt goed. Jouw mensenkennis zegt dus dat hij dat gaat doen voor 7 punten. Dat is moeilijk, ja. En jij? Ja, ik heb 9 ingezet. Wel een goed argument trouwens. 9 punten voor ja. Ja, nou, maar ik denk dat hij hem gewoon oplikt. Ik denk zelfs als zijn vrouw ernaast zou staan, zou hij gewoon het ijsje pakken. Ja. Ik denk hij is een viezerik. Oké, we gaan kijken. Onze Sharon die geeft lekkere ijsjes. Oh, hij lekt wel een beetje. Ja. Oh, 1 seconde. Oh, wel heel lekker. Hij is wel heel lekker, hè? Mm. Ja, dan moet ik zelf nog op eten. Ja, in een ophaaltje. Ja. Alsjeblieft. Dat is 5 euro's. Dankjewel. Nou, geniet ervan. Ja, dank je. Huh? Ik heb er lekker van genoten. Jo? <Ja? laughs> Lekker, hè? En het blijft nog lang onrustig bij de ijskraam. Zat je toch naast? Ja, ik zat ernaast. Ja, nee, hij dacht helemaal niet eens meer aan het kind. Nee. We zijn met de ijs bezig. Oké, wij gaan lekker verder met het volgende experiment. Het is hartstikke leuk. Let op, jongens. Je loopt op straat en opeens staat er daar een verslaggever van SBS voor je neus. Die heeft een vraag of je even snel wil reageren op koninklijk nieuws. Wat doe je dan? Fake news is hot. Maar hoe ver gaan mensen mee in nieuws wat niet bestaat? Ja, oké, prima. Dan zou het nu... Mevrouw, mag ik u misschien wat vragen? Voor SBS6? We gaan zometeen live op televisie over een halve minuut. En ik heb even gauw iemand nodig die mij even te woord staat. We moeten heel even op de stoep. Okay. Ja, nee, het gaat over het Koningshuis. Oh. Maar als het even kan hoor. Ja, ik doe het maar voor het eerst. Wat u wilt vragen? Ja, Albert, dat klopt. En waar kunnen we dat nou beter vragen dan in Leiden? Want daar heeft de koninklijke familie toch deels ook op school gezeten, of niet, mevrouw? Willem-Alexander heeft daar op de universiteit gezeten, denk ik. Precies, ja, volgens mij ook. Maar goed, het nieuws van vandaag is natuurlijk, het gesprek van de dag, is dat niet Amalia, maar Willem-Alexander junior nu de troonopvolger wordt. Wat vindt u daarvan? Willem-Alexander junior? Ik begrijp het even niet. De jongste telg van het gezin? Dat is toch een meisje? Willem-Alexander junior is een meisje. Nee, de jongste zoon. Maar ze hebben geen... Ze hebben 3 dochters. En een zoon. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee? Helemaal niet. Het nieuws van vandaag is dat niet Amalia, maar Willem junior nu de troonopvolger is. Amalia heeft er genoeg van. Wat vind je daarvan? Oké, nee, dat heb ik nog niet gehoord. Dat hoor ik dan niet voor het eerst. Ja. Maar goed, dat knulletje van 6, dat wordt er nu mee opgezadeld. En daar zijn heel veel mensen het niet mee eens. Ja, dat kan ik begrijpen. Want als zij die keuze maakt, dan... wordt het toch een beetje op hem geschoven. En dan vind ik ook dat hij daar ook een eigen keuze in mag maken. En als op, op zijn beurt weer. Ja. Dat klopt, Albert. En waar kun je dat nou anders doen dan in Leiden? Toch waar ze heel erg met het Koningshuis zijn, toch meneer?
Ja, Leiden heeft wel een aparte band. Trouwens, het Koningshuis heeft natuurlijk in Leiden gestudeerd. Precies. Dus wat dat betreft is er natuurlijk al van ouds een band tussen het Koningshuis en de universiteit. En de universiteit is natuurlijk Leiden, dus dat klopt inderdaad, ja. Nou is vanochtend bekendgemaakt dat, dat niet Amalia troonopvolgster wordt, maar Willem junior. Lara en Remy, pak jullie tablet er maar bij. De vraag is natuurlijk, gaat deze man serieus reageren op de vraag van onze verslaggever over Willem junior? Ja of nee? Nee, laat me zien, wat hebben jullie ingevuld? Ja, zegt Laura. Ja. Wat zou jij doen in zo'n situatie? Ik denk dat ik alleen maar stom zou kijken. Zoiets hebben van, hè? Wat? Oké, okay, jij zegt dus ja, hij gaat mee. En jij zegt nee. Ik zeg nee. Voor mijn gevoel heeft hij te veel kennis over... op het Koningshuis. Hij laat zich niet foppen. Nee, laat zich zeker niet foppen. Ik denk dat hij het gewoon wel weet hoe het zit. Nou, Willem-Alexander junior, die bestaat natuurlijk niet. Dat weten wij allemaal in Nederland. Dus deze man ook. Nou is vanochtend bekendgemaakt dat, dat niet Amalia troonopvolgster wordt, maar Willem junior. Nou ja, ik vind dat dat echt bij de familie van Oranje moet passen. En niet aan mij als onderdaan van de staat in Nederland. Ja, precies, maar nu is Amalia is er al bijna 18. Ja. En nu wordt zij zo op het laatste moment eigenlijk van de troon gestoten door jonge jochie van 6. Ja, nou, ik denk dat de ouders kennende dat er toch wel met Amalia is gesproken. En Amalia is 18 jaar, dus ik denk dat Amalia daar ook wel een zich in heeft. Niet waar? Ja. Dus, maar goed, dat jochie van 6, dat wordt nu gewoon gebombardeerd tot volgende koning. Dat is er ook niet ziek. Ja, dat jochie dat heeft nog een lange weg te gaan. Dus we zullen gewoon afwachten hoe dat wordt. Hij heeft 2 goede ouders. En, dus ik denk dat het allemaal wel goed komt. Heel goed gedaan, Laura. Hey, punten erbij. Goed gespeeld. Voor we verder gaan en het over lenigheid van mensen gaan hebben. Je bent inmiddels getrouwd, hè? Hmm. Vertel even, met wie en waar woon je? Nou, we wonen in Nieuw-Zeeland, op de boot. Op de boot? Ja. Dus daar hebben we elkaar ook leren kennen. Ja? Maar hij is van oorsprong Russisch-Duits. Oh, kijk eens, daar hebben we een foto. Leuk. Dezelfde boot nog steeds? Ja. Dus dat is nog steeds je kindje? Ja, maar ze gaat wel weg. Ja? Ja? We willen eigenlijk samen een jeugdprogramma opzetten op de boot. Ja? Niet zozeer om te leren zeilen, maar gewoon vooral veel voor levenservaring. En voor teenagers, zoals ik ook was. Dus daar hebben we een andere boot voor nodig. Op is te klein. Mooi hoor. Echt leuk je hier weer een keertje te zien na al die tijd. Oké, jongens, als het gaat om lenigheid. Het gaat om mensenkennis, het gaat om inschatten. Jij werkt natuurlijk dagelijks met hele lenige mensen. Maar denk je dat je zo, als je iemand ziet, kan zeggen... nou, die is leniger dan de ander. Als het gaat bijvoorbeeld om een slangenmens. Dat is lastig hoor. Ja? Ik denk dat het lastig is, omdat gewoon... Ja. We gaan het gewoon proberen, ja, Remy. Okay, ja. Draai jullie maar om, jongens. Daar gaan we. Kijk eens eventjes. Goedenavond. 3 mensen die staan hier klaar. Het is nu aan jullie om te bepalen, puur op basis van het uiterlijk, wie van deze 3 mensen erin dat kistje past. Holy. Het is aan jullie nu om een inschatting te maken met punten daarbij. Wie van deze 3 mensen dat kan. Gaan jullie gang. Waar kijk je naar? Oké, jullie hebben allebei C ingetoetst. Jij voor 7 punten en jij voor 6. Vertel mij eens eventjes, waar hebben jullie naar gekeken? Remy in eerste instantie, je kijkt naar het uiterlijk en je besluit, het is meneer C. Ik weet niet waarom, maar je lijkt gewoon op een acrobaat. Ja, vind ik ook. Ja? Zijn jouw gevoel gelijk, meneer C? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar... Ik ga het even hier vragen. Wie denkt nog meer, meneer C? Ja, zie je. B? En A? Paar mensen maar, ja. Laten we eens beginnen met meneer B. Zou u in het kistje kunnen kruipen? Gaat niet lukken? Nee, het is niet meneer B. Ik denk het gaat nog lukken. Oké, dank u wel. Meneer C, mijn gasten denken dat u het slangenmens bent, dus ik wil het graag zien. Heel veel succes. Even stretchen. Daar gaat hij. Nee, toch niet? Zaten jullie er mooi naast, jongens? En iedereen ongeveer hier in de studio. Nou, goed gedaan, hoor. Mevrouw Adem willen wij natuurlijk heel graag zien. Of u het wel kan. Gaat uw gang.
Ja, je ziet het al, hè? Staat hier er mooi naast, jongens. Ja, echt. Ja, het is toch dat uiterlijk van die meneer waarvan je denkt... nou, dat is inderdaad een performer, die moet het zijn, hè? Ja, ja, op het moment dat hij naar de kist toeliep, had ik al zoiets van... nee, toch niet. En waarom niet? Wat deed hij dan? Iets te... en zo een beetje lachen, dat ik dacht van... nou, nee, dat is... Dat nee, gaat het niet worden, helaas. Ja. Oké. We gaan het over geld verdelen hebben. Het volgende experiment geeft ons een genadeloze kijk... in de besluitvorming van mensen. Wanneer kies je voor jezelf en wanneer kies je voor een ander? Hoi, mag ik jou iets vragen? Wat zou jij doen met 250 euro? Ik zou het aan mijn moeder geven, aangezien mijn moeder krap bij kas zit. Wat zou u doen als ik u nu zomaar 250 euro zou geven? Ja, dan zou ik blij zijn natuurlijk. Maar wat zou je ermee doen? Vakantie. Wat zou u nu doen met 250 euro? Ik ga met haar op vakantie in Noordwijk, dus ik denk dat ik het daar aan uit zou geven. Ja, hetzelfde. En zou je 250 euro willen winnen vandaag? Ja, zeker. Komt u mee? Ja, als het geen gekke dingen zijn. Ja, is goed. Top, kom maar. Boven dit café in Amersfoort hebben we een zaaltje ingericht als proefruimte. Het enige dat deze dames moeten doen is er binnen 5 minuten unaniem uitkomen... wie er 250, wie er 100 euro krijgt en wie niks. Alleen als ze hier unaniem uitkomen, wordt het geld uitgekeerd. Als ze het dus niet met elkaar eens worden, krijgen ze allemaal niks. Duidelijk, dames? Ja. Ja. Mooi. Starten wij de klok. Wat is jouw reden? Nou, ik ga op vakantie met een vriendin. Ik ben ontslagen met mijn andere baan en ik word nergens aangenomen. Dus ik moet eigenlijk weer van voren af aan beginnen. En ik ga in juli weg, dus... Wat is jouw reden? Ja, ik zou met mijn dochtertje van 12 op vakantie gaan zijn. Of, nou, eigenlijk nooit samen op vakantie gaan. We hebben moeilijke tijden gehad. Mijn vader heeft 5 jaar vastgezeten. Dat is een beetje gewoon kan ontspannen. En ik ook. Ja. Ik wil graag mijn moeder blij maken, zodat ik haar ook een keertje mee uit eten kan nemen. Mm-hmm. En zodat we samen eigenlijk leuke dingen kunnen doen. Dus mijn moeder, mijn zus en ik. Mm-hmm. Ik wil haar gewoon heel erg blij maken. En na 10 jaar eindelijk weer kunnen zien lachen. Ja. Ja, dat snap ik heel goed. Ik dacht, het is te persoonlijk, maar jullie gaan ook persoonlijk. Dus ik heb naast mijn familie die heel erg ziek zijn en die het niet gaan overleven. Dus... Daarom konden we ook niet op vakantie, niet om het geld, maar gewoon de tijd was er niet voor. Dat is mijn reden ook, dus... Wie zou jij het meeste de 100 gunnen? Ik vind jullie allebei, ja. Ik bedoel, ik gun het iedereen, dus... Wie zou jij het meeste de 100 gunnen? Ik ben een aantal jaar niet weg geweest omdat ik heb moeten aanzien... hoe mijn ouders voor familieleden moesten zorgen, weet je? Dus... Je bent niet de enige die dat Nee, heeft. Want het is moeilijk te beslissen over jezelf en een ander, dus... Ja. Hoe gaan we hier nu uitkomen? Nog een minuut. Wie gun jij het? 250 euro gun... jou het meeste gunnen op zich, maar u ook. Mm-hmm. Dus voor mij is wat het is dit moeilijk, zeg. Wow. Ja. Oké, nu gewoon zeggen. Wie gun jij het meeste 250 euro? Wie gun jij het meeste 250 euro? We hebben nog maar midden de 30 seconden. Wie krijgt de 250, wie de 100 en wie helemaal niks? Komen deze dames eruit samen, ja of nee? Dat is de vraag. Vul maar in. En ook het aantal punten. Een lastige lijkt me. Wat denk je allemaal, Laura? Nou, volgens mij degene die in het midden stond... zij zou die andere twee het gunnen. Maar die daar rechts, die wou echt alles heel graag voor zichzelf hebben. Dus wat wordt het? Ik denk dat ze er wel uitkomen. Maar misschien. Wat hebben jullie gespeeld, jongens? Allebei ja. Hartstikke idee. Jij zegt dus het gaat uiteindelijk toch goed komen. En jij twijfelt een beetje. Ja, ik twijfel een beetje. Want ze hebben nog maar 30 seconden. Of 27 was het volgens mij. Ja. En ik twijfel een beetje. Omdat diegene in het midden... die was een beetje bepalend. Zo van, wat doe jij? Maar toch wisten ze het niet helemaal. En die
Die timer loopt door. Ja, iedereen wil natuurlijk een centje hebben. Ja, natuurlijk. Komen deze dames eruit en hebben ze het hier goed met ja? Oké, nu gewoon zeggen. Wie gun jij het meeste 250 euro? Wie gun jij de meeste 250 euro? We hebben nog minder dan 30 seconden. Nou, ik zou het heel graag willen hebben, dat ben ik gewoon eerlijk in. Ja. Wie is er bereid om nu te beslissen wie wat krijgt? Ik kies sowieso 250 voor u. Ik weet niet wat jij... We hebben nog 11 seconden. Ja? Ja, dan moet u nu denk ik kiezen wie... 5 seconden nog. Jou dan. Dank wel. Oeh, net. Ik moest net bijna huilen van die verhaal. Oh, kom hier. Heel erg goed, ze kwamen er dus toch uit, jongens. Ja, dat is toch die inschatting die je daar op dat moment moet maken. Hè? Dat je die gezichten ziet en denkt, nou, die lichaamstaal, dit gaat goed komen. Ja, het is goed gekomen. Ik ben heel blij. Hey, als we het nou over mensenkennis hebben, hè, terwijl we nou aan het praten waren over die wereldreis van jou, dan zit ik ook eigenlijk te denken, jij krijgt natuurlijk juist extreem veel zelfkennis op dat soort momenten. Ja. Ja, dat is ook heel nuttig. Hoe kom je jezelf tegen op zo'n boot? Als je zo lang in je eentje op een boot zit? Ik denk vooral er gewoon over heel veel dingen na te denken. Zoals, wat ga ik doen als er ineens iets heel belangrijk stuk gaat? Of als ik in een storm terechtkom en er gaat iets fout. Dus ik had voor mezelf al bepaald. Ik het is gewoon heel belangrijk om ten eerste niet in paniek te raken. Dus ja, ook al weet ik op dat moment niet wat ik moet doen, moet ik gewoon rustig blijven. Ja. Ja. Ongelooflijk veel respect voor wat je gedaan hebt. Jongens, van deze wereldreis op de boot gaan we naar jaloezie. Ja, ik wil aan jou vragen, ben je jaloers? Maar ja, is dat zo? Ik ben niet gauw jaloers, nee. Nee. Er durven natuurlijk geen kerels naar jouw vrouw te kijken, want die denken gelijk, ik ben dood. Nou, het is me niet vaak gebeurd dat men gewoon naar mijn vrouw wil wegsnoepen of wat dan ook. Moeten ze ook niet proberen, trouwens. Niet doen, hè? Moeten ze niet proberen. Nee, maar heb jij een gevoel? Je bent jaloers of niet? Dat heb je in je. Ja, ik ben niet heel gauw jaloers of wat dan ook. Maar als iemand knipoog zit te maken naar mijn vrouw, dan op een gegeven moment zal ze me dat aangeven. Hey, die meneer die doet een beetje raar. Is dat raar? Hij heeft iets in zijn oog of zo. Stap je er even op af. Dan zou ik best wel kunnen vragen, hey, kan ik ergens mee helpen? Ja, kijk, ik wil het niet agressief oplossen. Dat niet. Nee. Nee, ik ben niet... Eerst praten, dan slaan. Dan, ja. Juist. Ja, ben jij jaloers? Niet heel erg, nee. Ik heb gewoon vertrouwen in hem. Ja. Als er iemand kijkt, ja, laat blijven kijken. Is oké. Nou, jaloezie. Het is natuurlijk een beladen onderwerp. Want de een die is heel jaloers en de andere helemaal niet. Dus dachten wij, we gaan een leuk experiment doen. Wat nou als je samen met je partner lekker aan het sporten bent... en de sportinstructrice, die doet er werkelijk alles aan om je man te versieren. Blijf je dan cool of ontplof je? Hoe lekker is het om sportles te krijgen van personal trainster Sharon? Zij gaat testen hoe jaloers vrouwen zijn. Of beter gezegd, hoe jaloers Lia is. Daar zal je er net hebben. Samen met haar vriendje Aaron. Hij zit bij ons in het complot. Lia niet. Die weet van niets. De les duurt een half uur. Hoe lang houdt Lia deze Kama Sutra sportles vol? Stopt zij voortijdig? Of mag haar mannetje zijn gang gaan met de wulpse Sharon? We gaan dus eerst lekker opwarmen. Ja, we gaan gewoon jumping jacks doen. Oké. Zo. Ja. Ga even door. Lekker. Ziet er goed uit. Goede benen ook. Mooie armen. Ja, je kan wel zien dat je veel aan het sport doet. Oh ja, is dat zo? Ja. Ja, Lia kan er nu nog wel om lachen. Gaan we nu lekker aan de billen werken. Krijg je ook mooie ronde billen zoals ik. Oké. Hoe gaan we dat doen? Ja, heel diep. Oké. Eerst goed. Ja. Ik kan het ook beter houden, dan voel je een beetje wat ik moet doen. Ja. Zo. Helemaal zo blijven. Oh. Ja. Ja. Goed, lekker? Ja. Oké. Ga je nu maar doen. Oké. Goed zo. Ja. Ja, die wilspieren zijn wel goed. Ja. Die voelt ze wel heel goed aan. Ja? Nou, jongens, ik sta er wel gebouwd, hè? Nou ja, we zijn toch lekker aan het trainen. Gaan we verder? Ja. Goed zo. Oh, daar gaat het ook opeens. Zit je naar mijn worstel te kijken? Nee, ik zal niet doen. Ga je maar gaan kijken. Goed voor de bloesemloop. Ja. Oké, Lia, jij gaat even fietsen. Dat is goed voor je benen. Ja, dat zal wel, denkt Lia. Zet mij maar in de hoek. Denk maar alsof ik eronder lig. Dan kom je wel ver naar beneden. Goed zo.
Ja? Wat kreeg je lekker. Ja. Gaan we verder? Oké, okay, dan. Oké. Oh, goed zo. Ja. God, jezus. En Lia blijft lekker op de bal letten, vooral. Weet je wat? Ik ben een andere, hè? Ja. Ga gewoon bovenop me. Ja. En dan ga je met je handen naast me. Oké. Okay. Ja, okay. En dan kom je naar beneden, dat is goed voor je heupen. Oké. Okay. Ja. Dat is nog wel een intieme oefening. Ja. Zo. Dan hou je je handen op mijn heupen. Ja. Dat is lief zijn, hè? Ja, hou je dit vol. Zo, ja. Goed zo. Ja. Ja. Goed zo. Oké. Okay. Goed zo. Lekker. Ik laat hem helemaal gaan. Vergeet alles eventjes. Okay. Goed zo. Ja. Nou, dit... Hey. Nou, daar wordt over gesproken, hoor ik al. Jij zit heel veel in de sportschool. Ja. Dit gebeurt bij jou ook regelmatig, neem ik aan. Ja, ja, vaak genoeg. Vaak genoeg. Oh, die arme Lia. Laura, wat denk jij? Wordt zij gek, arme Lia, die daar op de fiets is gezet in de hoek... en zegt ze voordat het half uur over is... Ik kan hier niet meer tegen. Dit is klaar. Ik denk dat ze het volhoudt en daarna erover praat. Omdat ze tot nu toe al zoveel heeft. Ik bedoel, er zijn echt al dingen waar iemand die zou ontploffen al ontploft was geweest. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ja. Dus jij denkt, ze maakt hem gewoon af. En als hij straks bij haar in de auto zit, dan is hij aan de beurt. Ja, dat denk ik. Oké, okay. Zij maakt het dus af. En wat zeg jij? Ja, ik denk het ook. En ik ben er best wel zeker van. Ik heb 10 punten ingezet. Want ze accepteert al zoveel. Ja. Ik denk van, nou, dan accepteert ze de rest ook. 10 punten voor jou, 8 punten voor jou. Lia maakt het half uurtje gewoon af. Nou, het zou knap zijn. Ja, ja. Goed zo. Okay. Goed zo. Lekker. Ik laat hem helemaal gaan. Ik vergeet alles eventjes. Oh. Goed zo. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. Goed, lekker, hè? Ja. Ja. Nou, ik weet niet wat jullie willen, maar ik ga weg. Wat doe ik nog, schat? Nou, veel plezier. Hoezo? We moeten toch deze oefening? Ja, veel plezier, man. Oké. Ja, ze trekt het dus niet. Wie had hier in de studio al lang helemaal gek geworden? Die had het niet gepikt, denk ik, hè? Toch wel verrassend, hè, Lara? Ja. Ja, ze had al zoveel gepikt. Ja, hij hoorde natuurlijk bij ons. Maar hij ik vind dat het wel... ze heeft het wel heel netjes gedaan. Dus ze is niet ontploft. Nee. Ze is gewoon weggelopen. Maak je dit soort dingen wel eens mee in de gym bij jou? Nou, bij mij in de gym niet, nee. Maar ik denk dat het zeker wel gebeurt. Want er zijn de mensen die... de trainers vooral. Die zien er vaak gewoon goed uit. Maar ze moeten wel altijd professioneel blijven. Ja. Ja, nou, wij praten hier natuurlijk over hoe wij daarover denken. Maar het duurde toch wel eigenlijk heel erg lang... voordat Lia wegliep, vonden wij eigenlijk allemaal. Wat gebeurt er nou in haar hoofd? Onze psycholoog Steven Pont die legt het ons even uit. Deze vrouw grijpt heel laat in. Ze is nog het meest verbaasd over dat haar man dit allemaal toestaat. Zij heeft het idee dat het niet past binnen de normen en waarden van hun relatie. En we willen in een relatie altijd dat dat voor de een geldt, dat ook voor de ander geldt. Zij verwacht dat hij een grens trekt. Op het moment dat hij dat niet doet, doet zij dat. En ze is weg. Ja, het is toch wel even leuk om te melden dat Aaron zichzelf had aangemeld voor dit experiment. En nadat hij dit had gedaan, heeft zijn vrouw hem aangemeld voor een experiment hoe lang hij op de bank kon slapen. Ja, dat kan weer wel. We gaan het over kinderen hebben en geheimen bewaren. Ben je daar goed in, geheimen bewaren? Ja, ik denk zo. Ja? Nou, het is best een gave, vind ik, toch? Mensen vinden het ook altijd heel leuk om het door te vertellen. Ja, hoe zit het bij jou? Nou, ik kan wel goed geheimen bewaren, maar... Ja, ik deel het vaak wel met mijn vrouw, dus, maar ik kan wel heel goed geheimen bewaren. Ja. Geheimen zijn natuurlijk altijd spannend. Dat is al voor volwassenen, maar al helemaal voor kinderen. Hoe lang kan een kind die spanning aan? We gaan kliederen met verf. Juf Piek heeft een nieuw jasje, maar zodra Henk de schoonmaker zich gaat bemoeien met de verf, gaat het mis. Kan Jaden het geheim bewaren en dit niet verklappen aan de juffrouw? Misschien is het een leuk idee om voor je moeder een mooie... tekening te maken. Yeah. Ja, lijkt me een goed idee. Ik moet nog even weg. Maar als jij alvast een beginnetje maakt... En Jaden, trouwens, ik heb een nieuw jasje. We hebben allebei wit aan. Vind je hem mooi? Ja. Yeah. Het is echt een lievelingsjasje, is dat. Maar het is nu wel heel warm vandaag. Dus ik hang hem even bij jou. En dan kom ik zo terug, hè. Dan help ik jou even verder. Ja. Yeah. Doei.
Hey. Hey. En je schoonmaken. Ja, ik ga dit lokaal even schoonmaken. Maar ik zie dat jij er nog zit. Ja, ik zit te verven voor mijn moeder. Oh, en jij maakt hele mooie grassprietjes, zie ik. Ja. Oh, kan ik je nog ergens mee helpen? Ja. Wat gaan we maken? Om hier een wolkje te tekenen. Een wolkje. Weet je wat ik nog een beetje mis? De kleur rood. Hou jij ook van rood? Ja. Ja, echt waar? Zou ik dat een beetje in het midden doen? En dan kunnen we ook nog een beetje met rood erbij. Mag ik een beetje verschudden? Wat doe je? Die is net nieuw. Van wie is die dan? Van juf. Snel schoonlopen. Is het echt? Ja. Maar ik heb een ideetje. Pak ik hem zo beet, dan doe ik hem zo. Maar wat als juf nou komt? Anders vertellen we er ook gewoon niks over. En wat als ze zegt, nou wil ik nu weten? Dan zeg je toch, ik weet het niet. En dan zegt de juffrouw waarschijnlijk, oké, is goed. Zie je echt helemaal niks meer van. Oké? Okay. Nou, fijne middag nog. Ik ga even nieuw water halen en dan kom ik zo weer terug, oké? Okay? Ja. Tot strakjes. Niet zeggen dat ik het heb gedaan, hè? Nee. Oké, okay, doei doei. Hey, Jaden. Joh. Oh, wat is je tekening mooi geworden. Wat heb je allemaal getekend, Jaden? Een hartje. Ja. Een regenboog. En hier probeer ik dan een pauw te maken. Een pauw? Jeetje, ja, dat is ook wel moeilijk natuurlijk. Maar dat is een goed begin. Ik vind dat die regenboog, die mag eigenlijk nogal wat meer kleuren. Vind je ook niet? Oh, wat is het toch een mooi jasje. Ik ben er zo blij mee. Vind je ook niet? Schattig, hè, die kleine. Ja, dat is heel lief. Wat gaat hij doen? Gaat Jaden zeggen dat er verf op het jasje zit van zijn juf? Ja of nee? Laura, wat denk je? Ja, volgens mij heeft hij gewoon een lief karakter. Maar ik denk niet dat hij het gaat zeggen, omdat hij dan toch bang is dat hij op z'n donder krijgt. Ja, oké, dus jij zegt nee. Even hoeveel punt? 6, ik ben niet helemaal zeker. Oké. Remy? Nee, ik ga voor de 10. Hij gaat het gewoon zeggen. Hij is zo'n lief jongetje. En ik denk dat hij zijn juffrouw gewoon wil vertellen. Ja. Heerlijk. Nou, we zijn in ieder geval nu al dol op Jaden. Gaat hij iets zeggen? Ik vind dat die regenboog, die mag eigenlijk nogal wat meer kleuren. Vind je ook niet? Och, wat is het toch een mooi jasje. Ik ben er zo blij mee. Vind je ook niet? Ja. Ja, hè? Ik vind het heel mooi. Ja, ik ook. Hé, hey, lieverd, ga nog even door met die regenboog. Ik moet nog heel even wat doen. Ik kom zo bij je terug, oké? Okay? Bedankt. Hartstikke goed gezien. Laten we eens even kijken naar de tussenstand op dit moment. Dit ben jij niet vaak gewend, Tje. Nee, niet heel 5 goed. Puntjes voor Remy. En Laura die staat gewoon aan kop met 25 punten. Ja, dat is wel mooi dat als je nu 10 punten zou inzetten... en jij zou dat in theorie ook doen, dan kunnen jullie nog gelijk komen. Dus ik zou zeggen, speel verstandig. Jongens, we gaan leeftijden inschatten. Zijn jullie daar goed in? Niet echt? Hoe oud ben ik? Dan zet je me wel heel erg... Nou, ja, we geloven in een testje. 44. Oh, dear. Ik denk 42. 40, dank jullie wel. Fijne avond verder nog met z'n tweeën. Oké, wat gaan we precies doen? Jullie hebben allebei een druk opgekregen als het goed is. Ja, heel goed. En daarmee kun je zometeen de teller stoppen. Er komt zometeen iemand voor ons staan. En jullie moeten raden hoe oud die persoon is. Wij laten de teller oplopen. En zodra je denkt dat is de leeftijd, dan druk je op de knop en stopt de teller. Zodra een van jullie heeft gedrukt, dan kan de ander niks meer doen. Als je gedrukt hebt op bijvoorbeeld 46, dan speel jij voor 46 en alle jaren jonger. Jij speelt dan automatisch voor 47 en ouder. Goed, voordat we gaan spelen, wil ik eerst even van jullie zelf weten... voor hoeveel punten worden er gespeeld? Ja, kan niet anders. Jij kan niet anders. Jij moet voor 10. 100%. Laura, wat ga jij doen? Ja, nou, ik heb al duidelijk niet heel erg goed erin, hè. Maar laten we maar 8 doen. 8? Ja. Oké, dat zegt veel. 8 punten voor Laura en 10 punten voor Remy. Jongens, ik zou zeggen, draai om. Daar gaan we. Een hele goede avond. Fijn dat u er bent. Oké, we gaan beginnen. We spelen best of 3.
Dus uiteindelijk, wie van de drie mensen die wij hebben gezien jullie het beste hebben geraden, die heeft gewonnen. Oké, daar gaan we. De teller kan omhoog. Als je denkt, dit is de leeftijd van deze dame, dan druk je. 40, 50, doe thuis mee zou ik zeggen, 60, 64, Laura. Beetje stout achter die knop. Je twijfelt nog een beetje. Ja, 64 jaar, hartstikke mooi. Jij speelt dus voor 64 jaar of jonger. En Remy, jij speelt automatisch voor hoger. Waar wilde je op drukken? Nou, zo rond 85. 85. Oké, we gaan kijken. Hoe oud is deze mevrouw? Of wat is uw leeftijd, moet ik eigenlijk net te zeggen. Daar komt ie, jongens. Nou. 84. Hey, nou, ik vind dat u er geweldig uitziet. Ik geef u even een dikke zoek. Ik denk dat iedereen er zo uit wil zien, hè? Op die leeftijd. Dank u wel, dank u wel. Ongelooflijk. Hey. Kijk eens, dan hebben we de volgende, jongen. Eerste punt is dus voor Remy. Ja. Hoe oud is deze man? De teller gaat lopen. Hand weer bij de knop. 20, 30, 40, 50, 49. Remy. Ja. Ja, nou, tot 49 heb ik dus, toch? Ja. Hij zal zo rond de 49 zijn, ja. Iets... Of jonger. Ja, hij zal niet... Ik denk niet... Hij is niet onder de 40. Nee, echt wel, hoor ik achter me. Laura, wat ging er in jouw hoofd om? 50 drukken. Jij wou op 50 drukken. Nee. Rex, verlos ons. Hoe oud ben jij? 35. Oh. Sorry. Even goede vrienden. Oké, nog eentje dan. Goedenavond. Hallo. Laat het tellen maar lopen, jongens. En hand bij de knop. Stop als je denkt dat je de leeftijd bereikt hebt van deze mevrouw. 47. Ik ben hier... Of jonger. Dit is duidelijk niet jouw spel. Ik wil gewoon Remy een kans geven. Ja, dankjewel. Dat is ook wel weer sportief en dat is het inderdaad. Nee, ik ben hier gewoon slecht in. Ja, Remy, jij speelt automatisch lekker voor 48 jaar en ouder. Ik ben heel erg benieuwd wat uw leeftijd is. 68. Nou, dat is een applausje waard, hoor. Dat zien jullie er allemaal geweldig uit. Dank u wel voor het meedoen. Ja! Ja, ik kan het toch niet anders zeggen, Remy. Je bent er geweest. Je hebt dit niet vaak meegemaakt, maar als je die grote belt had gehad, dan had ik hem nu afgepakt. Dankjewel voor het meedoen. Want de grote winnares is Laura! Dankjewel, Samuel. Dankjewel voor het meedoen. Hartstikke leuk dat je er was. En jij ook. Top. Dankjewel dat u er was. En u bedankt voor het kijken. Is de mensenkennis een beetje getest thuis? Ik hoop het maar. Volgende week zijn wij er gewoon weer op dezelfde tijd op SBS6. Graag tot dan. Dag. Volgende week in Mensenkennis testen we de gastvrijheid van Nederlanders. Heeft u een schoon overhemd voor mij? Nee. Hebben we een bloemetje van Sonja? Ik zou ken geen Sonja van de bakkerij. U bent meneer De Vries, toch? Nee, ik ben niet meneer De Vries. En wie grijpt erin als een kind gekleineerd wordt door zijn vader? Gaat papa lekker patat eten, dan mag je kijken hoe ik eruit zie als ik het wel naar mijn zin heb. Misschien leer je er wat van. Komt het een beetje door bij hierboven.